bespreekstukken. En allereerst treffen wij daar het voorstel rond de pilot voor de erfmolens. Om tegemoet te komen aan de wens van met name agrarische ondernemers om te verduurzamen, heeft de Raad ruimte gegeven aan een pilot erfmolens. Uit alle aanvragen kiest de Raad de 5 meest geschikte. En u wordt voorgesteld akkoord te gaan met de verdere uitwerking van de initiatieven 3, 7, 8, 12 en 15. En de overige af te wijzen. En in nader overleg met de initiatiefnemers en Mooi Noord-Holland de erfmolens in te passen in het landschap. En aan de hand van de pilot het beleidskader wind- en zonne-energie West-Friesland aan te vullen. Bij dit agendapunt is een amendement aangekondigd, een raadsbreed amendement nog wel. En ik heb begrepen dat dit amendement allereerst wordt ingediend en dus ook in 1 minuut wordt toegelicht door de heer Meester van de VVD. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik mijn collega Berenpoot bedanken voor het overnemen van het agendapunt vanwege het overlijden van een dierbare vriend vorige week van mij. Dus ik was niet in de gelegenheid om dit aan te pakken. En dat heeft gevolg gehad voor een raadsbreed gedragen amendement. En waarvoor mijn dank aan iedereen in deze raadzaal. Bij deze. Goed, dank u wel. Dan geef ik hiermee het amendement ter bespreking in eerste termijn en het raadsvoorstel uiteraard. Wie wenst het woord? Iedereen neem ik aan. Meneer, ja, iedereen is indiener inderdaad. Meneer Mos, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Op 1 juni 2023 besloot de Raad tot een pilot van 5 erfmolens energie opwekken op het bedrijf waar de energie ook daadwerkelijk noodzakelijk is. We spreken over erfmolens met een ashoogte van 15 meter. De pilot van 5 molens moet voldoen aan diverse voorwaarden dit alles af te wegen middels een beslisboom. Er ligt een mede door gemeentebelangen ingediend amendement, zelfs, en dat is heel mooi, raadsbreed gesteund, waarbij een definitieve beoordeling van de vergunningverlening aan de Raad wordt voorgelegd om zo haar controlerende taak uit te voeren. Aanvullend nog iets. Voorwaarde voor een vergunningverlening is een beschermingsafstand tot woningen voor met name geluid en slagschaduw. Een afstand zijnde 10 keer de tiphoogte van de erfmolen. In de stukken wordt 220 meter genoemd. We zullen ons inziens moeten wegen dat deze afstand ook geldt tot panden waar arbeidsmigranten wonen. Dus niet alleen woningen, maar ook voor die arbeidsmigranten die ergens wonen. College, dat moeten we meenemen in een uitgewerkte initiatieven die ons toekomstig worden voorgelegd. Resumerend, steun aan het amendement en het hiermee gewijzigde raadsvoorstel van onze kant. Dank u wel. Dank u wel, meneer Venema, hart voor medeblik. Dank u wel, voorzitter. Allereerst onze dank aan collega Tom Berenpoot van de VVD voor de inzet over dit onderwerp en het opzetten van een raadsbreed gedragen amendement. En daarnaast alle andere collega's. In de commissievergadering jongsleden waar dit onderwerp werd behandeld, bleek al gauw dat er bij de raad veel ongenoegen was over dit onderwerp. Daarom hebben de woordvoerders van dit onderwerp bijeengezeten. Zogezegd een constructief gesprek gehad. Gezien de vele aangekondigde moties en amendementen. Het is maar goed dat dit op die manier is gebeurd. Anders zaten we vannacht nog te vergaderen over dit onderwerp. De belangrijkste punten volgens Hart van Medemblik zijn meegenomen in het amendement. Zo vinden wij het belangrijk voordat een vergunning afgegeven wordt, ingelicht te worden over de situaties van de 5 te realiseren molens. En staan wij nog aan roer. Er gaat een duidelijke afstandsnorm van minimaal 10 keer de tiphoogte van de molen gelden volgens de EFTAL-norm. En dit is echt van belang. Vandaag ben ik persoonlijk langs 2 erfmolens gereden en op verschillende afstanden gestaan om het geluid te controleren. Binnen de 100 meter is het aanzienlijk vervelend. Is de wethouder bekend met de EFTAL-norm? Ook wordt er rekening mee gehouden wanneer een molen zijn functie niet meer heeft. Deze wordt verwijderd. Hart van Medemblik stemt uiteraard voor het geamendeerde raadvoorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Vlaar, D66.
Dank, voorzitter. Ja, vorig jaar is de motie aangenomen, raadsbreed, om hier een pilot mee te starten. Toen was nog de vraag van, ja, zal de belangstelling voor zijn en hoeveel? 15 aanvragen, dat is inderdaad een behoorlijke forse belangstelling. Geeft aan dat bedrijven inderdaad ook echt hechten aan verduurzaming. En dat is een goed perspectief voor de toekomst. En daarmee hopen we ook dat het op een goede manier voortgezet kan worden. Ja, wij hebben ook vorig jaar ingezet op 5 principeaanvragen die zouden moeten worden beoordeeld. Om met die 5 principeaanvragen voldoende inzicht te krijgen in wat wel en niet passend is. In het kader van ruimtelijke ordening en andere zaken die daarbij spelen. En wij vertrouwen erop dat Mooi Noord-Holland en ook de Omgevingsdienst dat op een goede manier voor de Raad kunnen voorbereiden. En dat we hopelijk ook dit jaar nog voorgelegd krijgen om in ieder geval te wegen of te weten van, nou, waar liggen nu de knelpunten? Althans, waar hebben die gelegen en hoe is het geadviseerd? En we hopen daarmee dat we misschien dit jaar al tot nadere inzichten kunnen komen. Wat ons betreft moet het ertoe leiden dat volgend jaar ook overige aanvragers die ook met smart zitten te wachten op verduurzaming, dat die ook begin 2025 ook hun aanvragen kunnen indienen. Dat is het doel waarnaar we streven. En we hopen dat dat op deze manier met snelheid kan gebeuren. Dank u wel, meneer Zeilenmaker. Morgen. Dank u wel, voorzitter. Ja, zelfvoorzienendheid, energie-neutraal, allemaal hele goede zaken, denk ik. Dat zou bij wijze van spreken, dat zou ook mooi zijn als we dat voor elk huishouden zouden kunnen creëren. Maar dat is toekomstmuziek, denk ik. Want dan zullen we naar batterijen en dergelijke moeten. Voorzitter, we hebben met elkaar in de commissie erover gesproken. Toen heb ik aardig gediscussieerd met de wethouder, want een aantal zaken vond ik dat die te weinig of niet goed waren meegenomen. Sommige dingen vind ik eigenlijk nog steeds, maar je moet op een gegeven moment je zegeningen tellen en kijken wat is wel haalbaar. Het is heel mooi dat we daarvoor bij elkaar gezeten hebben. Heer Berenpoot, nog dank daarvoor. Een aantal dingen zijn er nu in het laatste amendement, de laatste versie, terechtgekomen. En dat heeft dan weer te maken met de omgevingswet. Als we dat van tevoren geweten hadden, dan hadden we daar niet met elkaar over hoeven te praten. Dat is onder andere die 25 jaar of 15 plus 10 jaar. Ik vraag me nog steeds af of dat echt niet mogelijk is om voor 15 jaar een vergunning af te geven en daarna te verlengen of daarna een definitieve vergunning. Want volgens mij doen we dat met flexwoningen ook. Maar goed, zolang ik dat niet kan aantonen, dan blijft dit zo staan. Ik ben blij dat ze uiteindelijk verwijderd worden, want dat was van het begin van voor mij een belangrijke voorwaarde. Want ik wil niet dat tot in de eeuwigheid het West-Friese landschap verpest wordt. Ik ben ook heel blij dat er in het amendement terechtgekomen is dat het nog een keer terugkomt bij de Raad. Dus dat we naar een aantal zaken, onder andere die afstand, want 10 keer de tiphoogte is bij mij al 250 meter en geen 220. Dus dat is dan één ding. Maar ook, vind ik heel belangrijk, de reacties van de omgeving die meegenomen moeten worden. Ja, ik denk dat het wel zo ongeveer is, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Huisman van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn ook mede-indiener inderdaad van dit amendement. Dank inderdaad aan de samensteller. Er is alleen wel één punt in het raadsvoorstel die wat ons betreft nog niet klopt. En wij hopen dan ook dat dat ook goed wordt meegenomen. In ons voorstel van ons amendement staat dat als er molens afvallen van de huidige geselecteerde, dat er dan opnieuw gekeken wordt naar degene die eerder zijn afgevallen. Bij degenen die eerder zijn afgevallen, daar wordt in het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er molens zijn afgevallen vanwege teruglevering. Maar naar onze mening klopt dit niet. Dat hebben we namelijk gezien aan de hand van de insprekers op de avond van de commissievergadering. Daar is namelijk aangegeven dat zij hebben aangegeven dat er helemaal geen teruglevering is. Omdat zij, als zij die molen kunnen plaatsen, ook pas hun investeringen gaan doen in zaken die juist energie gaan kosten. Dus op dit moment zou er van teruglevering sprake zijn. Maar we hebben ook vertrouwelijk stukken gekregen waaruit we hebben kunnen opmaken dat er in de aanvragen wel degelijk is genoemd dat ze nog zaken moeten gaan doen. Dus wij vinden dat had moeten worden meegenomen. Wij vinden ook daarom dat die aanvragen eigenlijk niet hadden moeten worden afgewezen op basis van het punt in de beslisboom over de teruglevering.
Dus daar zijn wij het nog steeds niet eens met... denken wij dat het raadsvoorstel nog steeds niet klopt. Wij hopen daarom ook dat daar echt opnieuw naar gekeken gaat worden. Zoals bij de inspreker het geval was. Die heeft aangegeven, hey, wij gaan alle stroom gewoon gebruiken. Alleen dat gaan we natuurlijk pas aanleggen als we weten of we die molen krijgen. Dus we hopen dat daar, als er toch molens afvallen, dat daar heel goed naar gekeken gaat worden. Want wij vinden het wel heel kwalijk dat er op die manier molens zijn afgevallen. Terwijl ze eigenlijk gewoon zouden moeten voldoen aan de kaders die we hebben meegegeven. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Bos van het CDA. Ja, dank u, voorzitter. Ja, die erfmolens hebben ons de laatste weken raadsbreed heel erg bezig gehouden. Ik schreef al in een mail aan mijn fractiegenoten. Daar zouden we bijna draaierig van worden. We hebben met elkaar ook heel veel vragen gesteld. En die zijn echt supersnel beantwoord door de ambtelijke organisatie. Waarvoor een groot compliment op zijn plek is. De erfmolens zijn eigenlijk al sinds 2019 een vurig verlangen van de CDA-fractie. Stond ook in ons verkiezingsprogramma. Dat zijn natuurlijk geen beloftes. Dat zijn wensen die je gerealiseerd wil hebben in de komende 4 jaar. En dankzij u, of dankzij onze hele raad, is er een amendement gekomen waardoor het nu gewoon gaat lukken. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee. Het zesde punt bij overwegende dat levert volgens de CDA-fractie wel wat vertraging op. Maar wij zien natuurlijk ook het belang in van het feit dat de pilot toch van start kan gaan met deze 5 exemplaren. Dus toen we vorige week bij elkaar zaten met alle woordvoerders, hebben wij ook gedacht, wat meneer Zijdenmaker ook al zegt, tel je zegeningen. Probeer niet alles eruit te slepen. En op deze manier is toch deze hele mooie compromis ontstaan. Het spreekt voor zich dat het CDA zal instemmen met het geamendeerde raadsvoorstel. Dank u. Dank u wel, mevrouw Visser, ChristenUnie. Ik ga meteen maar even door op de woorden van mevrouw Van der Bos. Die 5 die er nu liggen, dat is nog geen gelopen race. Vandaar ook dat dit amendement gemaakt is, dat ze terugkomen in de raad. Dat wil ik wel nog even heel helder zeggen. Ik bedank ook de collega's die meegewerkt hebben die avond. Want het had inderdaad wel heel veel discussie, gaf het. Dat is ook een nood van mij toen op die avond geweest. We hebben zoveel discussie waar ik de vraag heb gesteld. Is het niet veel te snel naar de raad gegaan? Want er was een hele kleine beslisboom. Meneer Huisman haalt het ook aan. Hé, waarom wel die niet en die wel? Nou, zo hebben wij echt, ik denk wel 2 uur met elkaar gesproken. Dus kun je nagaan wat er nog allemaal nog over te zeggen viel. Ik vind dat niet kunnen op een raadsvoorstel die voor ons ligt. Maar goed, laat ik zo zeggen, door hard werken van de raad ligt er een amendement. Maar het amendement zegt dat we het nog in de raad met elkaar erover hebben. Want niet alle punten die nu voor ons liggen voldoen aan de eisen. We hebben, en ik heb nauw contact met de heer Zijlenmaker ook gehad, wij zouden zelfs 400 meter afstand zouden wij wel willen hebben naar huizen toe. Ik hoorde de heer Mos zegt arbeidsmigranten, laten we ook eens even kijken of een bedrijfswoning waar ook mensen wonen ook mee kan doen. Dan zullen we zien dat sommige initiatieven best wel heel ingewikkeld zijn. En eentje valt er zeker af omdat hij maar op de 100 zoveel meter komt van een huis. Dus voorzitter, we gaan het er allemaal nog over hebben. En dat vind ik ook heel goed, want het is blijkbaar ook nodig. Het ging te snel. Het is veel te veel het gevoel van wauw. Wel de motie uitgewerkt, maar wat gebeurt hier nou toch allemaal? En we moeten ook zorgvuldig hiermee omgaan, omdat het ook, en dat zei de heer Venema al, van jongens, ik heb een filmpje van hem binnengekregen met geluidsnorm op 80 meter. Nou, daar word je niet echt vrolijk van. Daar krijg je inderdaad de klap van de malle molen van mee. En het is heel verveeld. En nogmaals, geluid is een heel moeilijk en vervelend ding. Dat kun je bijna niet te pakken krijgen. En als het er staat, staat het er. Hè? Dus we moeten echt die zorgvuldigheid met elkaar betrachten dat ook goed te doen. Dus voorzitter, ik ondersteun het amendement en het zal waarschijnlijk geamendeerd stuk zijn. Maar ik ga nog niet mee, Eureka, we hebben 5 mooie nieuwe molens. Want het is voor mij geen gelopen race voor deze 5 initiatieven. Dank u wel. Tot slot wenst de VVD-fractie nog het woord. Meneer Meester. Nou, er is al veel gezegd en het staat allemaal duidelijk in het amendement. En de VVD stemt uiteraard het raadsvoorstel. En hier wil ik het belaten. Dank u wel. Zijn we aan het eind van de eerste termijn van de kant van de raad. Dan kijk ik naar de
wordt de veehouder of die wenst. Er zijn enkele vragen gesteld volgens mij. En of die ook wenst te reageren op het amendement. Ja, voorzitter. De pilot erfmolens. Dat houdt ons allemaal zeer bezig. Nou, er is het college ook voortvarend mee aan de slag gegaan aanvankelijk. Ondernemers hebben daar nou behoorlijk goed op gereageerd. 15 initiatieven. Was inderdaad, zoals meneer Huisman zegt, de beslisboom best wel lastig en complex om tot die 5 initiatieven te komen. We hebben zelfs nog aangegeven, er is een 6e die zit daar heel erg dichtbij. Maar ik ben trots dat we 15 initiatiefnemers hebben gevonden en dat we ook tot 5 initiatieven zijn gekomen. Ondernemers die staan te trappelen, die willen het liefst morgen door. Nou, mevrouw Visser zei ook van ja, we gaan het er nog over hebben, want het gaat allemaal wel erg snel. Nou, daar heb ik alle respect voor. Het is ook een pilot. Dat betekent uiteraard wel, zoals mevrouw Van der Bos zegt, ja, zoals de motie is opgesteld, dat gaat voor vertraging zorgen. We proberen dat natuurlijk zo beperkt mogelijk te houden. Maar wat ons betreft, als we strikt naar de motie kijken, nou ja, vertraag het amendement. Dank u wel voor de correctie. Als we strikt naar het amendement kijken, dan zien we dus enerzijds de vertraging en anderzijds, ja, u gaat een beetje op de stoel van het college zitten op deze manier. Normaal gesproken hadden we daar flink tegen geageerd. Maar het gaat hier over een pilot. We zien ook wel dat met die omgevingswet er toch wel zaken veranderen. Wat ook echt nog wel een zoektocht is. Kijk, in de basis kunt u er gewoon op vertrouwen. Die onderzoeken worden goed en zorgvuldig gedaan. Maar wij zullen in dit geval het amendement volgen en ook positief ondersteunen. En dan heb ik nog wel even meneer Mos van gemeentebelang. Die maakte een opmerking over de huisvesting van de arbeidsmigranten. Nou, ik zou maar zeggen, ik heb u gehoord. En als wij bij u terugkomen, zullen we daar ook in ieder geval aandacht voor hebben. En welke aandacht en hoe het er allemaal precies uitziet, nou, dat gaan we nog zien. Maar we zullen het in ieder geval onder de aandacht houden. Dan ben ik volgens mij redelijk volledig. Dank u wel. Zijn er nog vragen aan de wethouder? Meneer Venema. Dank u wel, voorzitter. Ik had ook nog een vraag gesteld of u bekend bent met een Eftal-onderbouwing. Ja, dat, maar volgens mij is dat zelfs ook onderdeel van het amendement. Dat zal gewoon goed onderbouwd moeten worden. Dus er is helemaal geen discussie over. De vraag is of u er bekend mee bent. Nee, ik weet niet wat u daarmee bedoelt, maar ik ben daar bekend mee. En zelf heb ik die onderzoeken nooit zelf gedaan. Want dat is niet mijn rol. Tot zover. Oh, excuus, meneer Vlaar. Ja, ik heb nog een vraag aan de wethouder over het feit dat er toch mogelijk vertraging kan optreden in het proces. Het belangrijkste punt is dat wij zeggen van proberen inderdaad op basis van de onderzoeken door de deskundigen ons mee te nemen in wat er gebeurt. Ja, u gaf het voorstel aan, u wilt wachten tot de molens er staan. Dus ik weet niet precies waar die vertraging nou precies dan het gevolg van is. Meneer de wethouder. Nou, het klopt wat u zegt, dat zou ik het liefst willen. Maar dat is niet wat het amendement aangeeft. Die zegt van kom eerst terug voordat er een vergunning wordt afgegeven. Dus dan moet ik terug naar u als raad. Dat is in feite niet uw bevoegdheid, maar mijn bevoegdheid. Of de bevoegdheid van het college. Maar gezien het feit dat het een pilot betreft, zullen wij dat accepteren en zullen wij bij u terugkomen. Kijk, dat betekent dus ook dat wij ergens moeten balanceren. De onderzoeken die zullen allemaal niet gelijk gereed zijn. En daar kunnen we niet allemaal gelijk een oordeel over vellen. Dus als we nu naar u als raad gaan, dan moeten we toch wachten tot er een aantal gereed zijn. Nou, dat betekent gewoon dat de eerste nog niet zijn bestelling kan plegen en nog niet kan plaatsen. En dus ook niet tijdig kan evalueren in Q1. Dat is gewoon het gevolg van het amendement wat voor ligt. En wij hebben gemeend, eigenlijk weer in lijn met mevrouw Visser,
Als dat voor u toch zo bezwaarlijk is en dat het toch het gevoel is dat het nu nog te snel gaat, ja, dan moeten we dat accepteren. En dan gaan we ermee aan de gang, maar dat is dan wel een gevolg. Meneer Vlaar, nog één keer. Ja, ik blijf het toch jammer vinden dat u dat op die manier interpreteert. Op het moment dat de deskundigen hun oordeel hebben gegeven, dan kunnen wij meegenomen worden in het proces. Op het moment dat u een vergunning af zou geven later in het najaar en voordat er een molen staat, moet u ook maar afwachten wat voor tijdpad daaraan gekoppeld is. Want het zal nogal wat vergen om de molen daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Dus ik had juist inderdaad de wens en de hoop dat we juist eerder meegenomen kunnen worden. En dat daardoor ook andere aanvragers eerder inderdaad ook aan de slag kunnen. Omdat het kader op de richtlijnen bekend zijn op basis van de pilot en de manier waarop we zijn meegenomen door de deskundigen die het hebben beoordeeld. Ja, dat is een mooie wens, maar die mogelijkheid zie ik op dit moment niet. Het zal echt tot vertraging leiden, maar dat is zo. Goed, tot zover. Dank de wethouder. Ik kijk rond, is er behoefte aan een tweede termijn? Nee. Lekker stemmen, zegt mevrouw Van der Bos. Nou, dat gaan we dan lekker doen. Allereerst gaan wij uiteraard in stemming brengen het amendement. Het raadsbrede amendement, meneer Berenpoot. Bij het amendement of bij het voorstel? Bij het amendement, dat is prima. Prima, dat zien we dan straks. Allereerst dus het amendement. Meneer Berenpoot, met een stemverklaring. Ja, dank u wel. Ik wil mevrouw Van der Valk bedanken dat ze de afgelopen dagen alle antwoorden zo snel gegeven heeft en veel zorg heeft weggenomen. Dank u wel. Dank u wel. Met die stemverklaring gaan wij stemmen over het amendement. Wie stemt voor het amendement? 28 raadsleden voor en 0 tegen dus. Dan is het amendement aangenomen. Dan komen wij nu toe aan de stemming over het geamendeerde raadsvoorstel. Wenst iemand een stemverklaring, mevrouw Van der Bos van het CDA? Het CDA stemt voor dit raadsvoorstel omdat we blij zijn met de verduurzaming en de mogelijkheid tot het zelfvoorzienend worden van agrarisch ondernemers. En wij hechten eraan dat deze 5 voorliggende initiatieven alle een groot verbruikaansluiting hebben die niet terugleveren aan het net. Om dit hardop gezegd te hebben, dank u. Dank u wel. Overige stemverklaringen? Nee, dan gaan wij over naar stemming. Wie stemt voor het geamendeerde raadsvoorstel? 28 raadsleden voor, 0 tegen. Raadsvoorstel geamendeerd aangenomen. Dan is het geamendeerde raadsvoorstel.